Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter en de geheime kamer. We gaan niet doorvertellen, het is namelijk een heel geheime kamer. Ik wil eventjes heel gauw iets laten showen dat alle Harry Potter fans weer loers op me zijn en shit. Ik heb namelijk 80 euro uitgegeven aan dit. Ga ik er wat mee doen? Waarschijnlijk niet. Heb ik er 80 euro aan uitgegeven? Ja. Het is een verzameldoos voor alle 7 Harry Potter boeken. Ze hebben allemaal een leuk kleurtje. En het leuke is, je ziet allemaal aan de linkerkant J.K. Rowling, Harry Potter en de Harry Potter en de. En als hier dus de titels. Ik heb Deathly Hallows, Albat Prince, The Order of the Phoenix, minst leuke boek sowieso, Goblet of Fire, Prisoner of Azkaban, Chamber of Secrets en The Philosopher's Stone. En ja, dit is een hele leuke box set voor op je kast. Als je die hebt. En als je geen kast hebt, dan kun je beter gewoon die box set gewoon verbranden. Dan heb je voor 80 euro een heel mooi haardvuurtje. Zit hij gewoon in mijn kabouter, gewoon om de hoek. Dit vind ik gewoon niet tof, man. Ik heb ook gewoon grenzen. Wanneer ik dingen niet tof vind en jij, je gaat er keihard overheen. Zonder ook maar een klein beetje medeleven te tonen met je medemens. Haha, nu heb ik je vermoord. En hier is onze favoriete vriend. Het is, Karel Krap. Ik zat te denken, ja, hij moet natuurlijk de achternaam moet Krap zijn. Lekker flauw, Karel Krap. Maar dan moet zijn voornaam natuurlijk juist met een K zijn. En ik kon gewoon geen leuke naam verzinnen met een K voor meneer Kraps. Meneer Kraps, ik had hem ook gewoon meneer Kraps kunnen noemen. Was ook grappig geweest. Hoe heet zoiets ook alweer? Er is een woord voor en dat woord is zo vaak voorbijgekomen op het VWO Nederlands. Een woord dat je zeg maar een klank herhaalt. Ik ben het echt helemaal kwijt. Suske en Wiske doet het altijd. De Blote Belg bijvoorbeeld is een van mijn favoriete Suske en Wiske strips. De Blote Belg. Blote Belg. BB. Rukkende Rick. Dat soort dingen. Had een Suske en Wiske titel kunnen zijn, Rukkende Rick. Misschien is het wel een Suske en Wiske titel. Weet je wel niet hoeveel Suske en Wiske boeken er zijn? Ik ook niet. Toevallig. Wat hebben we veel gemeen. Misschien moeten we een kind maken. Oké dan. Het leuke, geinige, interessante poepiedoepie is, zeg maar, je kan dus hier via deze super geheime kamer, dan hoef je niet via die brug te gaan. Maar ik ben zelf dus nog nooit via die brug naar de overkant gegaan. Ik weet niet eens wat mogelijk is. Misschien ga je gewoon standaard dood. Misschien is hier beneden wel een super groot, moeilijk, interessant geheim. Ik weet het dus niet. Dat is het probleem. Het niet weten. Je ziet ook echt hoe mijn hoofd meebeweegt. Alsof zo ik wel kan zien wat er beneden is. Dat is gewoon... Dan weet je dat je in een game zit. Als je als persoon zo doet, dat is mijn theorie, ben je vet fanatiek, heb je een liefde voor de game, heb je een liefde voor alles. En dat zie je gewoon. Op het moment dat je met je hoofd zo doet, ja, dan hou je van het leven. En dat kun je gewoon heel makkelijk testen. Ik denk dat psychologen dat ook moeten gebruiken en zo. Het is gewoon makkelijk. Laat je eens gewoon een beetje Harry Potter spelen. En als ze hun hoofd draaien om in een ravijn te kijken voor een geheim, dan gaat het helemaal goed met die mensen. Kunnen ze naar huis? Eens even kijken. Dit is natuurlijk mijn lievelingsstukje. Kijk, daar zie je zeg maar de hoorn van de twee hoorn al. En loop je erop af voor dan... Oh, dat is ook het heel slecht valluik. En heb je hier twee van die hele gemene... Karel Krap en Klaas Krap. En ja, die schiet ik nu voor altijd in het vieze spokenspul. En ja, nu hoef je eigenlijk alleen maar een beetje hier tussen die paaltjes door te springen. En waarschijnlijk heb je dan gewonnen. Nou ja, gewonnen. Wanneer win je nou echt in het leven? Als het goed is krijg je dan de hoorn van een tweehoorn. Die je nodig hebt om de game te halen en shit. Dus ja, uiteindelijk, het is een soort van overwinning. Kleine stap voor de mens. Een grote stap voor Harry Potter en zijn doel om een wisseldrank te maken. Woo! Dam, dam, de hoorn van een tweehoorn. La, 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 la. Het leuke is, je kan ook gewoon naar professor Snape doen momenteel. Boeit hem ook helemaal niks dat je dingen van hem steelt en zo. Meneer Potter, lekker aan het stelen, zie ik niet. Weet je zoiets. Oh, daar is Snape. Ik kan maar beter uitkijken voor Snape. Weet je, Harry? Laat ik gewoon niet uitkijken voor Snape. Als ik je ooit snap terwijl je aan het rondsluipen bent... Trek ik al je afdelingspunten af. Dat is niet aardig. Weet je, voor iemand die eigenlijk aan mijn kant staat... ben best wel een lul. Ik vind dat je de beste undercover agent ooit bent. Behalve ik zelf. Jullie denken wel dat ik YouTube-video's maak en zo, maar eigenlijk ben ik van de overheid en probeer ik te infiltreren in de YouTube-business. Ben ik, ja. Ik probeer er nog steeds achter te komen waar het volgende ingrediënt te vinden is, maar dat duurt meer. Ondertussen ga ik dit alvast in de wisseldrank doen. Oké dan. Alsof het zo moeilijk is. Ah, ik stop de horen in de wisseldrank. Ze willen een duelleerclub oprichten en vandaag is de eerste dag. Nee, Harry, dat is niet interessant. Dat bepaal ik zelf wel. Laat mezelf een mening vormen, man. Voor mij komt nu trouwens de slangenman weer. Oké, dan niet. Ik doe zo van, oh, slangenman komt. En toen doet de game zo van, nou, nee. Nou, oké, game. Als je zoveel gaat doen,
En dan gaan we zo doen. Want jij bent de game en ik speel je. Dus je oont me toch wel een beetje. Oké, laten we gewoon eventjes gezellig naar de duelleerclub gaan. Ik ga proberen niet de hele aflevering te duelleren. Geloof me, ik ben ertoe in staat. Duelleren, fucking leuk. Fucking leuk, vriend. Oh, hier is trouwens nog een geheimpje. Dat heb ik nog helemaal niet laten zien. Geheimpje, geheimpje. Een hartstikke leuk geheimpje. Geheimpje, geheimpje. Een hartstikke leuk geheimpje. McDonald's. Lalalala. Zit er geen kaart in? Geen kaart? Non de carto. Ik weet het niet. Het probleem is een beetje dat ik heel chaotisch deze serie doe. Ik ben helemaal niet geordend van, oh ja, die zilveren kaart heb ik al gepakt en die bronzen kaart. Ik weet nou niet bijvoorbeeld of ik in de grote zaal, eigenlijk weet ik dat wel, in de grote zaal is nog een bronzen kaart volgens mij. Dat weet ik toevallig wel uit mijn hoofd, maar ik weet niet uit mijn hoofd welke bronzen kaart ik wel heb gepakt en welke niet, waardoor we ieder secret zo'n beetje twee keer moeten doorlopen. Is niet erg, dat duurt de serie langer. Ik ben een duelleerclub begonnen om jullie te leren je te verdedigen. De duelleerclub komt bij een tovenaarsduel, gaat het erom je tegenstander uit te schakelen. Ik zou graag deze kat zien aan laten staan, maar zoals je weet, hij praat zeg maar door zichzelf heen. Waarmee je tegenstander... Ik kan beter gewoon zelf een demonstratie geven. Duelleren is fantastisch. Je hebt dus drie spreuken. Je hebt deze spreuk, die kun je chargen. Dat is gewoon een bal, zo. Pow! En dan kun je ze mee raken. Dit is de pingpong spreuk. Je moet wel een beetje oppassen, maar dit is het leukste. Dit is Mummel Wummel. Een spreuk die je spreuken verkeerd laat uitspreken. Het leuke is vooral, meestal zal je tegenstander proberen jouw spreuken terug te sturen. Wat je moet doen is Mummel Wummel naar hem sturen. Draco Malfi dus Mummel Wummel terug laten sturen en dan zelf een spreuk proberen. Dan kun je dus zien het effect van Mummel Wummel. Nee, gast, je moet wel terugsturen. Terug, Mal... Ja, dank je. En nu, luisteren, luisteren. Zeg je niks? Lul! Harry, we hadden afgesproken. Jij zou blubbelen gaan zeggen. Dat is ongeveer wat hij doet. Malfidus, wat een lul. Ik probeer te demonstreren hoe het niet moet. En zelfs dan win ik van je. Hoe slecht ben jij? Ik haat werken met amateurs hoor. Dit is echt verschrikkelijk. Misschien moet ik ze minder goed chargen. Hier. Schiet eens terug. Ja. Oké, jij hoort, jullie horen hem niet zo goed. Je moet even stil zijn. Mummel win. Oké, nou, volgende spreuk proberen hoe die klinkt onder mummelwummel omstandigheden. Morfide, stuur die mummelwummel terug. Lul. Vriend en vijand. Ik blijf je gewoon spammen totdat je er eentje terugstuurt hoor. Jemig Morfide, hoe weinig kan je nou precies? Kom op! Kom op! Geen stiekem actie. Ik zeg live wat ik aan het doen ben. Je moet hem gewoon terugsturen, aap. Expelliartes. Expelliartes. Nou, zo grappig was het eigenlijk niet eens. Als kind, hilarisch. Ik denk dat ik mezelf doodgelachen heb. Ik ben niet eens met mezelf. Ik ben doodgegaan. En dat lijk hebben ze opgegraven. En door middel van wetenschap hebben ze me veranderd in een computer die voor de overheid werkt. En ja, dat is eigenlijk het begin van Serpent Gameplay. En zal uiteindelijk ook het einde worden. Harry kijkt ook zo van, hé, wat heb ik gedaan? Maar wat nu? Serpentia. Serpentsortia. Zet het woord serpent in. Just saying. Komt een slangetje tevoorschijn. Jammer genoeg mag je niet vechten met de slang. En Harry zegt gewoon, laat me met rust. En hij gaat heel saai op de grond liggen. Wow! Dat kan toch niet? Dat kan niet. Hij niet. Ik ben de koning van de serpentjes, Malfidus. Dat had je toch kunnen verwachten, sukkel. Je bent een sisseltong, Harry. Je kunt me slangen praten. Dat doet er iets toe, Harry, omdat Salus als Zwatterich beroemd was. Beroemd was vanwege het feit dat hij met slangen kon praten. Kijk, Emeline gezicht is links anders dan rechts. Zie je, dat zit er maar een streep door de bakken heen. Dat jij zijn achterkleinzoon bent of zo. Maar dat ben ik niet. Goed, we zien je straks, Harry. Zie je straks, Harry. Dag Harry. Oh, wacht, ik ben zelf Harry. Shit. Dag mezelf. Dit is de afdelingspuntenceremonie. Maar dan anders. Ik sta trouwens wel dik voor. Zou je af kunnen stammen van Salazar Zwadderich? Mwa. Spoiler, nee. Dat stamt hij niet. Ik ga naar de wc van Jammerende Jenny om aan de wisseldrank te. Ga je nou gewoon spijbelen, Emmeline? Dit is zo niet jij. Laten we naar buiten gaan. Naar de kas, Harry. Oké, we gaan naar de kassen. In de kassen kun je plassen. Ik wil ook eventjes iets hilarisch laten zien. Moet je zien. Waar is dat hier? Duelleerclub. Kijk dan naar die mensen. Je hebt mensen zoals Nico, Rianne,
Aster, Steven, Evert, Christa, Krijn, Liedewijn, Anita en Erik. En kijk, ik zei al, ik ga deze aflevering niet de hele aflevering duelleren. Maar ik moet me inhouden. Als ik zo'n bastaardkind zoals Erik op nummer 1 zie, denk ik... Godverdomme Jew, Erik, ik maak je helemaal kapot. En dan pak ik al je smekkies af. En ja, wat dan eigenlijk? Ik weet niet, als je nog ideeën hebt wat ik daarna met je kan doen, hoor ik het graag. Ik ben toch goed in deze game? Normaal gesproken horen die mensen tovenaarskaarten te verkopen, maar dat doen ze niet. Stel dat je egoïstische profiteurs. Doei! Doei! Nou, dan gaan we lekker deze kant op. Dan gaan we even die gouden grote zaal in. Want daar is nog één gist. Kist. Gist. Pist. Flist. Brist. Bristol. En duels worden gehouden. Ik kan niet op de tafels. Oké, toch wel. Ik loog. Haha, je trapt erin, kijker. Moet je zien. 360 no-scope. Oké, dat ging niet helemaal goed. Nog een keer. Ik heb wel een muis waarmee het zou moeten kunnen. Want ik heb een muis waar... Ja! 360 no-scope. Chocoladekikker. 360 no-scope, die chocoladekikker, Rick. En hier is nog een kist. En als het goed is, zit daarin een bronzen kaart. Kom er maar uit, jongeman. Zit er geen bronzen kaart? Huh? Ik zou zweren op alles dat dood en levend is, dat hij ergens in de grote zaal een bronzen kaart te halen was. Je gaat me toch niet zeggen dat ik die al gehaald heb? Ik kan het namelijk niet bevatten. Echt? Geen kaart? Weet je dat zeker, game? Weet je dat nou echt heel zeker? Want ik twijfel nogal. Nou ja, als de game het zegt, zal het wel waar zijn, of niet dan? Nou, gaan we even lekker verder. We gaan even één gastje verslaan van de duelleerclub. Eentje. Even gewoon keihard inmaken. Ik zet 10 smackies in. Kunnen we precies op één hand tellen. Deze gast gaat kapot. Moet je zien. One hit kill! 360 no-scope! Oké, nog een keer. Kapoe! Bitch, please. We gaan heel vaak bitch, please zeggen. Dat brengt geluk en shit. En je moet vooral je spreuken opladen. Gewoon opzij lopen, joh. Je kan ze ook terugpassen. En dat is wel leuk. Een beetje risico nemen is wel grappig. Ik hou wel van risico's. Ze noemen me niet voor niets, Rick Risico. Oh, je bent kapot gemaakt, man. Nou, 10 smackies voor mij, vriend. Dankjewel. En Harry doet ook zo van... Haha, je bent geowned, sukkel. Zo zou ik ook gedaan hebben, Harry. Je bent in je goed recht om je als een klootzak te gedragen. Moet je me maar niet uitdagen, hè? Ik weet niet hoe je heet, want je bent zojuist uit de highscores gekikt, sukkel. Kijk maar, nu staat Harry daar met een uitroepteken. Want ja, Harry, ja, ik ben veel beter dan iedereen. Oké, dan gaan we even nog Rianne inmaken. Zie je? Ik had nog zo beloofd dat ik niet verslaafd zou raken aan duelleren. Het is een beetje als een gokverslaving. Ik maak je gewoon puur kapot omdat je Rianne heet. En je bent een meisje, en je bent een slut. Dus ja, dat zijn mijn redenen. Mijn redenen om Rianne helemaal vaginaal te vernederen. Terwijl haar vrienden... En professor Snape erbij staan, zal ik jou vaginaal vernederen. Kijk, dit is leuk. In vraagteken HP dialog.al. Dat is een of andere bug die om altijd komt als je tegen mensen van zwadderig duelleert, volgens mij. Want bij Gryffindor zegt hij bijvoorbeeld weinig collegiaal, omdat je iemand van je eigen afdeling verslaat. En hij heeft gewonnen van het zwadderig, hoe kan dat? Weet je wel, dat soort zinnetjes. Oh, hij heeft gewonnen van Hufflepuff, oh, dat kan iedereen. Alleen, er is dus iets mis in de code. Op iedere Harry Potter game die ik speel, er staat hp.dialog.al. Nou wil ik dus even uitzoeken of ik dat zelf misschien kan aanpassen. Dat zou zo leuk zijn. Als ik dat zinnetje, wat daar staat, zelf aan kan passen. Dan heb ik gewoon Rick is de beste, abonneer op Serpent Gameplay, like deze video. Zou wel grappig zijn, toch? Nou, nu gaan we echt weg van de duelleerclub, omdat ik het beloofd heb. Beloofd is beloofd en het blijft beloofd. Waarom zou je het anders beloven? Yeah. Oké, we gaan even gaan naar buiten. Geen idee of er buiten nog kaarten te halen zijn. Vast wel ergens. Daar komen we zo meteen vandaan. Daar ben ik sowieso al geweest. Dat durf ik wel geld op in te zetten. Niet veel geld. Hé, kijk, een bronzen kaart. Waarom pak je die niet, Rick? Dat is privé, kijker. Nee, daar kun je nog niet bij, joh. Sukkel. Heb je deze game überhaupt wel gespeeld, kijker? Beetje denken dat je beter bent dan ik. Jij verkoopt waarschijnlijk geen tovenaarskaart, of wel dan? Waarschijnlijk Flubberworm. Ah, gadverdamme. Wel 100% kevervrij. Nou, in dat geval dan koop ik hem wel, hoor. Dus jouw beslissing, ja. Precies, baas in eigen portemonnee. Soms zijn er nog wel bugs in de game dat je alsnog op dit soort dingen kan komen. Vind ik altijd wel leuk om te ontdekken, maar het zit er niet in. Als ik hierop kon komen zonder die sponsbreuk te gebruiken, dan was ik er al jaren geleden achter gekomen. Kijk, neem dat maar van mij aan. Eens even denken, we kunnen ook eens werkbalwedstrijd doen. Niet vandaag, Rick. Een ander keertje. Oké, dan. Oké. Rustig maar, kijker. Ik weet dat je wil echt super graag dat ik naar de kassa ga. Dit is een jeugddroom van jou die uitkomt. En ja, laat ik gewoon even een keertje lekker normaal doen en meedoen. Nou, hier is een super gaaf Switch. Ik vind hem pittig geheim. Het is niet dat je denkt, oeh, dan ga ik even gauw kijken.
Dus ja, dan is het toch weer fijn dat je zo'n YouTubertje hebt zoals ik, die gewoon de hele game uit zijn hoofd kent. Zo'n hele kansloze game uit zijn kansloze hoofd. Dus er is in principe ook nog een kabouter hier en die eet dan die paddenstoelen op en dan krijg je dan allemaal smackies voor en shit. Daar ben ik hier niet voor, man. Ik ben hier voor die kaart, yo. Die kaart, die is echt wel de moeite waard. Die kaart, die is echt hip. Er zit hier allemaal voor leuks in. Oeh, smackies in hoeveel smaken? Wat? In alle smaken? Dat is best veel smaken, man. Dat is waar, Rick. Dat is best veel smaken. Daar is de kast. Als je daarheen gaat, dan begint er een of andere hele verschrikkelijke cutscene. Van die hele dikke vrouw die professor Stronk heet. En ah, oh, professor Stronk, ben vet dik. Dat je denkt, ja, professor Stronk. Dat is geen goed voorbeeld voor de kindertjes hier op school. Misschien ben jij wel het monster van Zwijnstein met je vatsige lichaam. Dat is mijn theorie. Hé, jongens. Even kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering gaan we naar de kassen. Dat is hier. Hier, zo recht voor ons. Super uitdagend. Ik moet stemmen voor volgende aflevering recht vooruit lopen. Recht zo die gaat. Niet falen. Even kijken voor deze aflevering. Doem dumpkum heurtje als je hem leuk vindt. Ik heb genoten. En ook andere dingen. Is dit zwarte snorretje? Nee. Is dit zwarte snorretje? Nee. Ik kan wel dit doen. Nu moet je de video wel liken. Laten we eerlijk zijn. Maar even kijken voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!